Beste Kees, langs deze weg een kleine groet en een eerbetoon. En niet alleen vanwege je geweldige wetenschappelijke oeuvre en je staat van dienst voor de wetenschap, zoals bijvoorbeeld als secretaris-generaal van de Internationale Astronomische Unie. Maar ik ken jou vooral vanwege je tomeloze inzet voor de overdracht van die kennis naar de maatschappij. Ik herinner me al hoe ik in de jaren 1980 en 90 bijna wekelijks wel op teletext kon vinden dat professor Kees de Jager weer een lezing gaf, vaak in zijn zo geliefde sterrenwacht Zonneborg in Utrecht, maar ook elders in het hele land. En dan altijd over de nieuwste ontwikkelingen in de sterrenkunde en altijd met een pakkende titel. Jij moet op die manier wel honderdduizenden mensen in Nederland en elders in Europa hebben geïnspireerd. Toen ik in Utrecht woonde, ik had toch Texelse relaties, ik ben geboren ook en ik was ook geabonneerd op de Texelse Courant. En in de jaren, ik denk jaren 80 ongeveer, toen verschenen daar geregeld populaire stukjes in van een Kees Ribbens over sterrenkunde. En ik dacht, die man die weet er veel van, hij kan dat goed uitleggen. Prachtige, hele leuke, lezenswaardige artikelen verschenen in die krant. Nou, dus zo kende ik die naam van Kees Ribbens, maar ik had de man nog nooit gezien. Dat ik op een gegeven moment een brief van hem kreeg van, ja, we zijn van plan hier op Texel een volkssterrenwacht te gaan bouwen. Mooi. Mogen we daar uw naam aan geven? De Jagersterrenwacht. Nou, ik voelde me eigenlijk wel vereerd dat ik op mijn geboorte-eiland een sterrenwacht had die naar mij genoemd werd. Dus ik zei toen, ja, dat vond ik wel goed. Nou, en ik werd toen later, toen die sterrenwacht die begon te komen, het was nog in het begin heel primitief, heel eenvoudig. Het was gewoon een open plek in de duinen waar een paal stond waar je een kijker op kon zetten. En het voorbereiden van de waarneming was altijd heel veel werk. Want als het goed weer was, ging je dan naar die open plek in de duinen toe. Daar werd de kijker dan neergezet, maar die moet dan gericht worden. Precies het noorden moet, de as moet op naar het noorden wijzen en al dat soort dingen meer. En vaak gebeurde het als je dan eindelijk ingericht wist, dan was het weer bewolkt en kon je de zaak weer afbreken. Dus dat was een begin van de sterrenwacht, heel primitief, maar en toch leuk, toch heel leuk. Ik kon lezing organiseren en zo werd de sterrenkunde in dit eiland ook geïntroduceerd en gepopulariseerd. En dat dankzij Kees Ribbens, die daar begonnen was met zijn popularisering. En ik ben ook in het begin ook bij die sterren geweest, heb daar een lezing mogen geven en heb nadat veel contact gehouden. Vooral toen ik op Texel kwam wonen, daar kon je makkelijker naartoe gaan. Maar een grote stap vooruit was een jaar of vier geleden, toen besloten werd een nieuwe sterrenwacht te bouwen, een echte sterrenwacht, bij Ecomare, het grote museum hier op Texel, het Natuurhistorisch Museum Ecomare. Daar kwam met de sterrenwacht bij gebouwd, een zonnezaal waar we nu in zitten en waar je lezingen kon houden, waar mensen ingelicht konden worden en een kijker daarboven, een kijkerruimte daarboven met ruimte voor drie kijkers en een afschuifbaar dak, zodat als je wilt je een twintigtal mensen tegelijk de hemel kunt laten zien door de verschillende kijkers. Beste Kees, 55 jaar geleden vroeg je mij om jouw assistent te worden in Brussel. In 1962 was dat. Dat is het begin geweest van mijn hele astronomische loopbaan. In Brussel leerde ik als studenten kennen Walter van Rensbergen, Bert de Lore, Irina Veretannikov. Net als ik zijn zij nu allemaal emeritus hoogleraar. Ik heb ontzettend veel van jou geleerd, Kees. Jouw enthousiasme voor wetenschap, de manier waarop je met mensen moet omgaan, je compassie met je medemensen, het nemen van risico. Allerlei dingen heb ik van jou geleerd. Je hebt grote risico's genomen met het oprichten van
dat prachtige ruimteonderzoeklab in Utrecht. Niet altijd alles gaat even goed, maar uiteindelijk is het allemaal een enorm succes geweest en enorm belangrijk voor onze Nederlandse wetenschap en voor ons allemaal. Ik wil je enorm bedanken voor alles wat ik van je geleerd heb. Je bent mijn hele leven mijn grote voorbeeld geweest. Heel veel dank, Kees, voor alles wat jij voor ons in de Nederlandse sterrenkunde en voor mij persoonlijk hebt betekend. Tot ziens. Nou, ik wil dan iets vertellen over mijn relatie met mijn Belgische collega's. Jaren geleden, het was omstreeks 1960, kreeg ik het verzoek uit Brussel of ik hoogleraar wilde worden, tijdelijk hoogleraar aan de Brusselse Universiteit. Dat was het geval. Bij decreet is Brussel tweetalig verklaard. De universiteit daar was Franstalig en die moest dus ook tweetalig worden. En op dat ogenblik was er geen beschikbare kandidaat in België. Zo vroegen ze mij, en ik vond het prachtig dat ik die uitnodiging kreeg, want België had altijd een goede plaats, een warme plaats in mijn hart. Dus eens in de week ging ik naar Brussel. Ik moet in dit verband bekennen, ooit raakte ik in gesprek met koning Boudewijn en de koning zei tegen me, u bent toch Nederlander? Ik zei, ja, sire, maar ik ben voor 20% Belg, want één dag in de week ben ik in Brussel. In die tijd heb ik ook Armand Pien leren kennen. Hij was de naam, die ken ik al lang, want hij was een heel bekende popularisator van de sterrenkunde. Maar een persoonlijke ontmoeting is toch wel weer iets bijzonders met deze man. Een opmerkelijke man die het populariseren in zijn bloed, in zijn lichaam had en dat op een prachtige manier kon doen. Ik herinner me ooit een feest ter ere van Armand Pien, waar mijn vrouw en ik toen ook op bezoek zijn geweest en waar we dan de man nog eens een keertje van dichtbij gezien hebben. Goed. Bent u ooit eens een sterrenwacht geweest? Nee, die sterrenwacht die heb ik nooit gezien. Nee. Hoe bent u van Utrecht in Texel terechtgekomen? Ja, ik was directeur van de sterrenwacht van Utrecht. Een prachtig gebouw. Dat stamt uit 1850. En die staat op een bastion dat uit 1550 dateert. Een bastion dat in Utrecht, om de stad Utrecht heen gebouwd is, in aparte stukken allemaal, aparte bastions, op bevel van keizer Karel de Vijfde. Die vond dat Utrecht was onvoldoende verdedigd en moest de bastions omkomen. Het eerste bastion was het aan de sterren gewijd, en Sterrenburg heette dat dan, en het tweede werd Sonnenburg. En het toeval is dat die op Sonnenburg, daar kwam in 1850 de sterrenwacht te staan. Ik woonde dan, nee, moet ik nog even iets anders zeggen, toen die sterrenwacht daar gebouwd werd, op bevel van Buys Ballot, bekende Nederlandse meteoroloog, toen zei Buys Ballot, er moet niet alleen een sterrenwacht komen, er moet ook een meteorologisch instituut komen. Want in Europa is het de gewoonte dat een sterrenwacht en een meteorologisch instituut bij elkaar komen. Hetzelfde gebouw. En dat moet hier dus ook. En dat moet het beste instituut van Nederland worden, zei Buys Ballot. Dat meteorologisch instituut was een groot deel van het gebouw. Dat is meteorologisch gebleven tot 1897. 98, 97. Toen zeiden de meteorologen, nee, de stad wordt te groot om het instituut heen en hier kan je geen meteorologie meer bedrijven. We moeten naar buiten de stad, buiten Utrecht. En zo werd de beeld waar het meteorologisch instituut nu nog steeds is,
De Bilt werd uitgekozen als nieuwe vestigingsplaats. En toen stond er een leeg gebouw naast de Sterrenwacht. Dat heeft een jaar of 10 leeg gestaan tot 1910, 1912. Toen werd het omgebouwd tot woonhuis van de directeur van de Sterrenwacht. En daar heeft toen professor Nijland gewoond, de directeur. Hij is daar tot zijn dood gebleven. Hij overleed in 1836. En toen werd Minnaert, de Vlaming Minnaert, die werd benoemd tot nieuwe directeur. En die heeft daar toen gewoond. Van 1937, 38 tot zijn overlijden, tot zijn pensionering in 1963. Ik heb hem toen mogen opvolgen en heb in dat mooie huis mogen wonen. Tot mijn pensionering. En toen was ik aan het uitkijken, waar ga ik nu wonen? In de stad, buiten de stad, allemaal vragen die dan opkomen. Maar toen kwam ik een berichtje van de universiteit en die zei, u mag hier blijven wonen zolang u wilt. Want we gaan het niet meer aan een nieuw personeelslid verhuren of uitbesteden. U mag hier blijven wonen. Nou, dat was wel makkelijk natuurlijk. Ik hoefde geen nieuw huis te zoeken. En zo hebben mijn vrouw en ik daar nog vele jaren heel gelukkig gewoond. Tot mijn vrouw ziek werd. Ik kreeg een last van een partiële verlamming. En die steeds sterker werd. En we van de arts ook zeiden, daar is niks aan te doen. Dat wordt alleen maar heel wat erger. Je kunt nu nog lopen, maar straks ga je niet meer lopen. En dat bleek ook. Op een gegeven moment kon ze de trap niet meer goed op. En dat werd slechter en slechter. En toen zei mijn jongste dochter, die op Texel woont, ik heb voor jullie een klein huisje gevonden op Texel. Als je wilt mag je hierheen verhuizen. Nou, dat was wel een hele ingreep, want ik had intussen 60 jaar in Utrecht gewoond. Had mijn clubjes, mijn vrienden, mijn alles wat je hebt, mijn privéactiviteiten van allerlei soort. En dat moet je dan in de steek laten. Maar ik kende Texel ook goed. Ik kampeerde daar geregeld en ik ben er zelfs geboren. En heb er een paar jaar gewoond in mijn eerste levensjaren. Dus tenslotte zeiden we, ja, we doen het. En dat was voor mijn vrouw een hele stap vooruit. Want we kregen een gelijkvloershuisje waar ze makkelijk in kon bewegen. Waar ze met een rolstoel en een rollator voort kon. Dat was een hele grote stap vooruit. En zo ben ik op Texel terechtgekomen. Ja? Ja. Wacht. Moet je hem vasthouden? Zo heb ik hem.